deze zit ook in een rapid transit route van Tracing World. Die gaat zeg maar deze kant op en ja, eigenlijk helemaal hierheen. Dan gaat hij hier in de Fahrdienstleitung aan 2542, bitte kommen. 2542, hört. Du hast eine Überführungsfahrt. Du bringst den Teilbezug nach Berlin-Gesundbrunn. Diese wurde hier in den letzten Wochen zusammen mit anderen Einheiten general überholt und umlackiert und wird demnächst wieder im Nachtverkehr zwischen Berlin und München bzw. zwischen Hamburg und München eingesetzt. Überwiegend auf dem 1286 und 1287 und dessen Zugteil von und nach Berlin. Die Wagen für den Autotransport sind auch schon am Zug hinten dran. Vor dir fährt allerdings der ICE 1602 oder besser gesagt dessen Ersatzzug. Oh, sind die wieder in der Werkstatt? Ja, leider. Da müssen wieder einige Einheiten zur Hauptuntersuchung, da die Intervalle arg gekürzt wurden. Deshalb sind gerade abends hier auf der Strecke im Moment fast nur Ersatzzüge unterwegs. Dann gute Fahrt. Alles klar, danke. Dritte Zug halb. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. Nee, geen zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Dat is de opstart. Nou, wij mogen toch maar 140. Dus Maar ik zeg gewoon LCB gewoon aan voor het geval. AFB. 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 Maar wat hebben we bij ons? We hebben in ieder geval de van DB Natsuk hebben wij de Talgo bij ons. Aardig lange trein. Long train, Talgo train, Natsuk train. One bogey per carriage. Single axle. Nobody on the cars. Jeppa. Hallo. Smerig lach je die vent. Anyway, we can go. Ik had deze ook op donker gezet. Nou, hij is niet echt gebouwd op GPS. Dus de route is hier. Let's go.
Oh, 14. Wij gaan in ieder geval, wij zijn in de liedje begonnen. We gaan naar langs Bitterveld, Lutherstadt-Witte bij Hüttenborg. Ludwigsvelde, Berlin Südkreuz, Berlin Main Station en stopping at Berlin Gesundbrunnen. Het is volgens mij een hele warme avond. In principe niet koplopen. Ik mag maar 140 met die wagons. Ik zou maar 140. Ja, dit is de oude meuk. Dag. Ik ben hier serieus. Ik heb de Rapid Transit route van Trains in World. Heb ik de Rapid Transit route afgelopen van boven naar beneden voor alle collectibles. En ik kwam ook langs dit station, langs Petersrood, langs de Leech kwam je, Bitterveld. Even kijk je nog op hoe lang dat stuk is eigenlijk. Jezus man. Maar ik heb tenminste allemaal. Ik ben nu met die Roesink Noord begonnen, maar blijkbaar zijn daar een aantal collectibles not reachable. Maar er zijn weer een aantal andere die wat meer zijn, waardoor je wel de achievement kan halen. Sifa. Ik ga weg met je stuur op. Waarschijnlijk wel, Jeppe. Dodge, goedenavond en welkom.
Zulke real life ook echt gaaf een keer gedaan te hebben. Ik ben op zich, volgens mij ben ik ben niet gigantisch ver in Duitsland geweest. Osnabrück, Münster, Rijnen, Keulen. Ik zit niet zo heel veel verder. Maar het is wel heel erg leuk om te doen. Maar eens een keer een toertje doen of zo. Als ik een keer vakantie heb, een toertje richting Duitsland of zo. Al duizend routes minimaal één keer gehad. Krijgt het idee van ook wel de meeste dan. De City Berlijn doen, Jas. Ik zat er ook aan te denken om te doen. Weekendje weg met Intercity Berlijn. Ziva fietsen. Ik heb geel zijn. Mr. C. Frederiksen, good evening and welcome. Thank you for the resubscription for 20 months. Sorry for the train noise. Avon 20 and counting, weep weep. Good evening, welcome. Thank you for all the support. En wij hebben groen. Let's go. Dan, goedenavond.
Zo. Hope you put this fine Sunday evening. I'm doing fine. I think the most of us are. Back to 140. Jeff zit te praten met zijn vriendin. Niks, Jeppe. Die is uitgenodigd voor op het slot. En dan heel stiekem is Mark... heeft Mark voor een intrek genomen. Burg Chemnitz. Die squirrel shocky kooitje blijft geweldig. Maar het is ook altijd, het is afremmen weer, tractie, afremmen, tractie, afremmen, tractie. Oh, geweldig. Verder gaat ook weer dat zeker. Deze tak, voor wie is die? Deze is van 3D zoek. Rijden er überhaupt trouwens nog talgo's in Duitsland? Ik had laatst een comment op mijn vorige talgo video of zo van dat. Ja, maar dat ze niet meer reden ofzo. Het zou Dutch ook niet zijn, hè?
No Zwangsbremsen. Zwangsbremsen. Nope. Ondertussen begint het zonnetje aardig onder te gaan. Waarschijnlijk is het in real life al donker ondertussen. Mr. C, with 200 cheers. Zwangsbremsung 6, hello. Emotes in the chat. Three people in the chat has gotten emotes. I have and Cleo has. What else do? Anyway, thank you for the cheers, Mr. C. Even een serietje doen en dan richting bed. Dank je dat je er was, Mark. Bedankt inderdaad natuurlijk weer voor de mooie route. En graag tot ja, de volgende keer. Radies? Zit er echt iemand voor ons dan of zo? Sifa. Ja, hier zit iemand voor ons. We have a long way to go. Disadvantage of this train set, there are two scenarios for it only. I didn't search for other ones or didn't spot them, but they're always in the dark. Anyway, that's the Nachtzug. Wij een lampje aan doen, Mark. Oh, crap. Nice house. 107? Komt nog even binnengevallen met 20 parties. Eindelijk mijn rust weer teruggevonden. Dank wel voor de cheers, Hans.
Ja, die foto heb ik al eens een keer, laten zien, inderdaad. Dutch. Maar zijn dat dan ex-rijtuigen van deze? Zijn deze dan overgenomen daardoor of zo? Of, zijn dat alleen echt Russisch gebouwen? Dus? Op een spoor en normaal spoor. Oh ja, dan herinnering, maar daar heb je het inderdaad wel eens een keer over gehad. Dus je zou in principe straks als. Als dat doorgaat dat die Talgo er komt, de Talgo-trein of zo, weet ik veel. Ik weet niet of dat eens meer de planning is. Zou je in principe naar Berlijn kunnen gaan met de Talgo? En dan in Berlijn zou je de volgende kunnen pakken richting Moskou of zo. Wel lang onderweg. Anyway, we're driving on the Berlin-Leipzig road. Originally, it was Berlin. This is the airport. Originally, it was Berlin-Wittenberg. That was the first version, still available. Second version has added from Witten, the stad Wittenberg, where we have our first stop right here. Goes all the way to Leipzig, and the third extension is the heavy freight extension, which has the Sedin freight yard. Check het al voor één keer normale rijtuig. Die normale rijtuig moet je waarschijnlijk toch wisselen dan ergens in. Einde van Polen of zo. Andere draaistellen, hoe komt het hier? Interessant. Je zou toch bijna zeggen dat het gewoon handiger is om gewoon, gewoon te wisselen van trein dan dat om te bouwen elke keer. Welkom terug, Hans. Kijk, we hebben een brug. Een hele mooie brug. Störung.
Anyway, we can drive on again. Ik heb het gevoel dat de tyfoon in de cabine een heel stuk langer is dan daarbuiten. Nou ja, VR gebruik. Volgens mij klinken die dingen toch altijd ongeveer hetzelfde, maar in ieder geval VR kan dat mooi reusable. Ludwigstadt Wittenberg. Gaan we eens eventjes kijken. Net te laat. Maar zo. Very long time. GBRW 2019, good evening and welcome. Welcome in Germany. Our next go by is Jutteborg in 29 kilometers. Then 67 Ludwigsfelde Südkreuz in 88. Main station in 94 and we stop at 98. Zelfrem. Oké. Dat is wel wat. Oké. Let's go. Very loud wagons. Zornica.
ga je vliegen dan, Roelof? Met een Boeing of een Airbus of zo'n klein vliegtuigje? Ik weet niet of je kleine vliegtuigjes doet. Nee, een Phenom 100 van Embraer. Weet je het? Oeh, luxe. Ja, pa, bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. Het is 140 geworden. Siva. Dutch, bedankt dat je er was. Een hele fijne avond. Graag tot de volgende. Zij staat precies achter een portaal. Ik weet niet of dat in real life ook zo zal zijn, maar... Hij zit net ook een keer te ver weg, zodat onze seinen net op groen gaan. Het is pittig donker. De Vink komt even binnengevallen met wat is dat? Scoops en Frankietjes. Frankenzies. Is een mooie route en de combinatie ook. Dankjewel De Vink. Dankjewel voor de bits. En dat maakt precies 2500. Siva. Was fijn. Blonsdorf. Een older station.
I don't think many trains will stop here. It's after 10. We'll see. En die sponden in. Hallo. Het was steeds drukker. People thought, yeah, we were in time for the train. It's not my train. Almost in Jutteborg. Oh, 10 kilometers. Dat is lange trein trouwens. Ja, het is een nachttrein. Ik krijg het idee dat dit gewoon een standaard samenstelling is, maar. Maar het is inderdaad een aardig lange trein. Nee, excuses voor de microfoon. Ik stoot het op ongeluk aan. Sorry voor de mic noises, I was een. I ticked the microphone with my hand, so. Sorry for that. We didn't have a SIFA failure yet. We did have an ETCS failure earlier today, but maybe too. Enough freight trains. Zien dat hij dus spont in. 7 kilometers. At least more than 7 kilometers. Voorbij Jutteborg.
Nice. Jutteborg. A little bit desolate, but... Our next goal via is Lutischwelde in 37 kilometers. And balance it. Nice white light. Hello. It is certainly light enough. Light enough in here. It's just like a snake if you zoom it is much worse. De lichtenzak aanslaan. Ik heb geen controle over de verlichting helaas. Maar je zou toch verwachten dat de belichting eigenlijk iets dimt of zo. Dus daar hebben we nog achter de baan. Zou mij niet verbazen van wel. Het is nog steeds druk in de bar. Nou, druk, druk. Kijk, dat we hebben. Ik heb het door de horeca op deze trein. Ik kocht niet zo. Ja, dat verandert ook niet, Roloff. Dat hij zit nou gewoon in het model. Maar de Redeertje doet wel aardig goed met hun modellen zo. Heeft wat meer sfeer dan sommige andere passagiers of AI die je ziet. En we mogen wel blijven gaan met 140. Dus ze hebben de maand er ook mee. They are a little bit busy with the freight trains tonight, it seems. It's about what, 7 or 8 one in 90 kilometers. Less than 3 kilometers. I think that train is still in front of us. Yes.
Bremsung naar volle Traktion. Lückenwalde. Volgende week zondag weer Formule 1 van België. Ja, het is weer zover inderdaad, ja. Het is weer eind van de maand. Ik weet nog wel, ik ben er vorig jaar geweest in België. Dus dat is ondertussen al een jaar geleden dat ik inderdaad echt een weekendje weg ben geweest dan. Wat vliegt de tijd? Dat is wel heel erg leuk te worden. Helaas geen kaartjes gewonnen voor Zandvoort, dus nu zullen wij in ieder geval thuis moeten kijken. Ja, ik heb er weer zin in. Laten we zo zeggen, als je er eenmaal bent geweest, zeg maar, op zo'n Formule 1 wedstrijd, dat geeft toch een heel andere impact dan dat je het even kijkt. Een heel stuk mooier, zeg maar. Maar natuurlijk zie je op tv, zie je iedereen constant langsrijden en als je daar staat, hoor je ze voornamelijk en dan denk je boe, 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 en dan zijn ze voorbij. Ja, maar vorig jaar, dat was die start met die Alonso of zo, die ergens overheen vloog of zo, over iemand. Wij stonden ondertussen, was het op het tv-scherm, was het nog niet zo ver. Ondertussen was de wedstrijd ook al stilgelegd, zo wat, en rode vlag en wat dan ook. Dan was het nog een weekend. 3 dagen lang, eerst heel lang in de file, dagje wandelen. Volgende dag nog vroeg en zondag heel vroeg. Zondag om 5:00 voor de poort staan of zo, om 6:00 ging die open. Lekker uitzoeken en dan zit je daar de hele dag. Formule 2, Porsche Cup. Wat? Kilometers left for the next one, the 14, 45 and 49. Still. Het is zeker donker, het is een nachttrein, hè? Nachtstuk. Maar het is niet zo donker als het originele scenario, dat was gewoon pikdonker. It's the night train. It's a little so, it's a song on something. Nou, dan verkijk je nog op, Roelof. Als je wolken hebt en bijvoorbeeld een nieuwe maan, dan zou je echt, dan is het gewoon pikken donker. Of in ieder geval weet je wel zo'n donkere maan dat je niks hebt, dan is maar echt in het donker is het donker. Waar geen straatverlichting is. Aangezien je hier door de bossen rijdt, is in principe hier minder straatverlichting. Ik heb het scenario zelf origineel, is die in de spring. Ik heb hem aangepast naar de zomer. Ik heb een Armstrong Weather. Dan
was dat stuk licht, anders begon je al pikken dan. So, this is een 3D-truck scenario. De Uberführung is comes with the taco train. With this one. I've changed the setting a little bit. I changed it to summertime with Armstrong weather, otherwise it was pitch black. Door de verlichting in de trein zie je bijna niet waar buiten is. Dat is inderdaad ook heel vaak zo. Ik heb al een paar keer met een, toen moest ik een later toets doen of zo in de winter. En dan in het donkere huis met de trein, daar zie je echt niks buiten. Ik heb geen idee. Verstappen lijkt het alsof hij dan maar alleen maar doet. Down again. But I think after this signal, or at least before the signal, then it's cleared. Yes, that's cleared. Well. Station. I pressed on the space bar, did it register? Scumbaggery. Schiet ook wel lekker op met uurtjes of hè? Seven kilometers. Just that was going to say. 7 kilometers to Ludwigsfelde. Our next station that we are passing through will be Tyro. Sturm. I don't know why it's Sturm Sturing, it's not Sturm. Let's take a little screenshot for the album. I think the LCB just ends before the... just after Südkreuz, before entering the tunnel, or maybe sooner. So we're not too far away.
5 kilometers to go. Another teleport train. It's a short one, no carriages. We have a much bigger one. Utrechtveld. Dus nog even TV kijken, dan ben je een fijne avond nog en ook anders te kijken. Dankjewel dat je er was, de Fink, en nogmaals bedankt voor de bitjes voor 2505. Slaap lekker nog fijne avond en dan slaap lekker en graag tot de volgende. This is the one. The loop you can see here, this one, in the... Hier die Fahrgestaltung an 2542, bitte kommen. 2542 hört. Berlin ist nicht mehr weit. Eigentlich wollte ich dich außenrum schicken, aber jetzt wirst du doch über Südkreuz und Hauptbahnhof zum Gesundbrunnen fahren. Solltest du einen Signal halt machen müssen, halt am besten so, dass du nicht am Bahnsteig stehst. Du weißt ja, dass dann die Leute wieder versuchen einzusteigen. Wir lassen zwar immer solche Durchfahrten ansagen, aber irgendwie interessiert das keinen. Ja, du hast recht, das interessiert keinen. Oder sie suchen den Türknopf, weil sie denken, das wäre eine S-Bahn. Blablabla. Maar in ieder geval, hier zou die heavy freight moeten zijn. Toen was dat one. In Berlin. Treintje van Martijn 143. Bijna 575 uurtjes al met Leo.
Anhalt der Bahn. This track is also known as the Anhalterbahn. I see on the map at least. If you follow me on the third rails map, it's based for the map is on OpenStreetMap. It has also the names of the sections. Dat is de bekende. Going to lose the LCB, going back to BCB. It will be and 1.4 kilometers. Dankjewel, Rutger. Functions. And we're back on PCB. And we're in the city limits of Berlin at the moment. S-Bahn of the U-Bahn on the right. Yellow, green, green for us, with a green blinking. Cut off the power. Didn't stop in time. I had it on maximum brake and it still didn't brake enough. Oh well. It happens. Zwangsbremsung.
Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Störung. Störung. Now we wait, need to wait before the brem cylinder is empty. It's now empty. We can't go because we needed to move the that one. Now we can move and let's put it onto 80, as that was the maximum speed. Jas, wat doe je ons aan? Sorry Cleo, maar ik had volledige remming erop en nog was het niet genoeg. So I had full brake, I was braking early even. Maybe I should have anticipated the 80 until I saw the blinking light sooner. Anyway, we're back on our way. Next station Berlin Südkreuz. Main station is also passing and just under 12 kilometers to go for our final destination. Left track. Right. Beeinflussen. 70 kilometers an hour. Berlin Südkreuz. A little bit bouncy. Almost in the tunnel, 1 kilometer left, almost 1.1. And we're going into the tunnel, Unter Berlin Centrum. Let's keep it at 70. Störung. And we're in the tunnel.
speed up a little bit to 120. As it allows us to do. I think we even have a red upcoming at the end of the Berlin Main Station. Bedankt als je er was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. We indeed have red at the end of the main station. So we should get a 500 marker. Ziva. Very slow Ziva. I don't know why there is a red signal. Other one Zifa has priority. That one Berlin Hauptbahnhof, die snelste weg zu Messe Berlin. Richtung Spandau, BHS Bahnhof, Messe Süd. I wonder if DTG is going to do a route in Berlin with Trains in World, but they have the S-Bahn. I'm wondering. 9 minutes to go before we should have we arriving there, so we have a little bit of a break. Sommerzug. Oh crap.
One of the sleeping carriages, it seems, where a lot of members already taken to. On top of the station, there is the S-Bahn. It's not populated, as there are no actual trains even on the map. As you can see, it's just this one, this part. Vertical tracks, vertical railroads. That one is going. That means we can go in about maybe 2 minutes after he has passed onto this track. Somewhere around here on the bridge. Our final destination will be Gesundbrunnen, on the other side. Let's set the AFB to 20. As the maximum allowed speed is 25. Let's go. Oh, kan gebeuren, Samson. And now it's turned to green. Zug beeinflussen. And we have been relieved, and it means we can go to 90. After we have passed 80. Out of the tunnel. The other train is already there. That one has already passed. I don't know why that one is even in there. There's the S-Bahn. Less than 3 kilometers to go to our final destination. We
need to acknowledge this one. Oh, we have a green. We have a green. Ladies and gentlemen, the next station will be Berlin-Gesundbrunnen. Meine Damen und Herren, next station Berlin-Gesundbrunnen. Which will be the end journey of this train. Please all leave the train. Thank you for traveling with DB. Dat ook, Hans. Train is a little bit too long for the platform. But we just need to stop here. Well then. I think they're going to talk once again. Leitung an 2542, bitte kommen. 2542 hört. Geschafft. Den Zug rangieren wir nun um und für dich ist heute Schluss. Vielen Dank und bis heute Abend. Prima, dann bis heute Abend. Tschüss.